Aflevering 16 van Mokros in de Eredivisie alweer. Er was geen Eredivisievoetbal dit weekend, vandaar dat we ietsje later zijn dan normaal. Maar er was wel bekervoetbal Noordin. En de 100ste bekerfinale, een gouden dennenappel. En die werd omhoog gehouden door een van Karim. De beste Mokros in de Eredivisie. Ja, Karim Alamadi. Ja, hoe vond je de finale? Well, het was niet echt sprankelend qua voetbal. Ja, wel een kleine oorlogje, zeg maar, een beetje fysiek en zo. Maar het was niet echt mooi voetbal. Dat was het niet. Nee, nou, straks over Karim El Amadi, want hij speelde volgens mij een hele goede wedstrijd. Zeker. Maar AZ begon in een opvallende opstelling. Een beetje aangepast, verdedigend ten opzichte van Feyenoord. Een beetje laf. Laf, ja. Ja. Laf. Ja. En dat ging ten koste van een andere mokro in de Eredivisie, namelijk... Osama Idrissi. Ja. Ja, die speelde eigenlijk net een aantal weken, misschien wel maanden, heel goed. Die speelt gewoon heel goed, ja. Dus echt bizar dat je hem weer niet opstelt. Tegen PSV ook al eigenlijk. En dan verlies je uiteindelijk met 3-2, kom je 2-0 voor, leuk en aardig. Maar ik snap gewoon niet dat je tegen een Feyenoord, wat gewoon in principe niet beter is, dat je zo laf bent. Dat snap ik niet. Dan zit je eigenlijk in principe een van je beste spelers, met Jahan Baks, dat je die gewoon eruit laat. Snap ik niet. Echt stom. Nee, sterker nog, op een gegeven moment staat AZ met 2-0 achter, geloof ik. Gaat John van der Brom, de trainer van AZ, toch weer aanvallend wisselen. En dan nog brengt hij niet eerst Idrissi. Nee, brengt hij Seuntjes op links. Denk van, ja, Seuntjes is helemaal geen linksbuiten. En, ja, ik vond het raar. Ik vond het echt raar. Een rare wisselbeleid. Ja, we kunnen gissen natuurlijk. We kunnen gaan raden waarom dat is, maar dat weten wij niet. Nee, maar dat is gewoon... Ja, nee, ik weet dat niet. Maar wat ik wel weet is, op het moment dat hij inviel, Idrissi, smeert die twee spelers een kaart aan. En niet smeren negatief gezien, maar gewoon, hij komt er langs. Hij wordt aangepakt. En eerst kreeg Dick Schil en daarna Boeitje Schil. Dus ja. Het gevaar kwam meteen vanuit zijn kant. Hup, man voorbij. Ja, ik snap niet waarom je daar niet mee begint. Nee, misschien is dat wel een blunder van John van der Brom. En ik ben benieuwd wat Idrissi daarvan vindt. We gaan het afwachten. Een andere mokro viel daarna ook nog in. Een mokro bij AZ waar we eigenlijk een tijdje wat minder van hebben gehoord. Ja, Ilias Balassani. Ja, ik vind het jammer dat hij zo weinig speelt. Het is gewoon een goede, mooie voetballer. Het verschil met afgelopen jaar is ook dat hij topfit is. Je ziet ook echt, hij is helemaal afgetraind. En dat heb je nodig in dit AZ. In dit AZ moet je dynamisch zijn. Moet je veel kunnen lopen. Hij was altijd een speler... Een beetje een luie speler, iets te zwaar. Prachtige techniek. Veel vanuit stilstaand voetbal. Af en toe een paar meter versnellen. Maar nu moet hij meters maken. En nu kan hij ook meters maken. Dus ik ben blij dat hij af en toe zijn minuutjes pakt. Ik weet niet of zijn toekomst bij AZ ligt. Omdat ik weet niet of hij helemaal in het systeem past. Als ik Utrecht was, zou ik hem meteen halen. Ik bedoel, je raakt waarschijnlijk het Labiat kwijt. En Eyoub Bey al kwijt. Ik zou hem echt zonder twijfel meteen halen. Oké, voor de mensen die afvragen als ze heel misschien op de achtergrond Amsterdamse stadsgeluid horen. Dat is lokaal Amsterdamse stadsgeluid. Dat is mijn dochter die af en toe... Oh, dat is de hooligan. Dat is de nieuwe hooligan die eruit komt, inderdaad. Of misschien wel de nieuwe linksbuiten van de Oranje Leeuwinnen. Of België. Ja, dat is even een dubbel paspoort. Dus okay. We gaan het zien, we gaan het meemaken. Verder over die wedstrijd, die bekerfinale... uiteindelijk aan het einde van de rit dus geen AZ, maar wel Feyenoord trotse winnaar van deze beker. En dan krijgt de aanvoerder de dennenappel en dat is Karim El Amadi. Ja. Ik zie El Amadi veel voetbal uiteraard, omdat we veel naar Feyenoord kijken. We houden de top doorgaans, zien de mensen toch wat meer spelen dan pak een beter Heracles of de top van de eerste divisie. El Amadi vind ik altijd een goede speler, een soort cement van de ploeg. Weinig uitschieters naar boven. Maar ik vond hem nu echt wel nog beter spelen dan dat hij normaal doet. Ja, hij heeft het seizoen een heel fijn, het heeft een lastig seizoen. Ik wil niet zeggen dat hij een lastig seizoen heeft, maar hij kan minder zijn stempel op het elftal drukken dan vorig jaar. Maar gisteren, maar dat zie je ook, kijk, die jongens hebben redelijk snel nummer 1, nummer 2 zijn ze kwijtgeraakt. Dus klaar. En dan moet je strijden om die derde, vierde plek, maar je zit ook in de beker. Ja. Uiteindelijk de beker winnen is belangrijker dan de derde plaats in de competitie. Want de bekerwinnaar die stroomt in de derde voorrondes. En,
En de nummer 3 en de 2 de volgende. Dus het is belangrijk om die beker te winnen. En dan zie je bij zo'n ploeg, en zeker bij Karim Lamadi met zoveel ervaring dat hij heeft. Dat is de wedstrijd waar het om gaat. En dan kan ik me nog één keer oppeppen om gewoon weer de heerser te zijn die ik afgelopen jaar was. Ja. Dat deed hij perfect. Ja, dat is precies. Dat omschrijf je naar mijn inzien helemaal perfect. Ik had inderdaad het gevoel dat El Amadi aan pieken was, zoals dat heet. Op het juiste moment stap je extra. Ja. Niet stap je extra, gewoon op het juiste moment die 10, 20, 30% beter zijn dan dat je normaal bent. Ja. En daarbij moest ik eigenlijk meteen aan het WK denken dat hopelijk Karim El Amadi datzelfde kan gaan doen straks op het WK. Er is een mooi woord, wat een goede vriend van mij vroeger vaak gebruikte als het over voetbal ging. Karim El Amadi speelde als een patron. Patron, dat is een mooi woord. Mooi Frans woord. En ik hoop dat hij die vorm die hij in de bekerfinale liet zien, dat hij die mee gaat nemen naar het WK straks in Rusland. Ik hoop het. Weinig nieuws omtrent zie ik. Ik las eventjes een verhaal of een gerucht in de Engelse pers dat hij misschien wel samen met Lozano naar Everton gaat. Helemaal als Marcel Brands daar technisch directeur zou worden. We hebben het met El Azawi van Willem II over de Premier League gehad als mogelijk competitie voor Ziyech. Wat vind jij van dit gerucht? Zou dat goed zijn? Everton. Het is altijd goed om ergens naartoe te gaan. Naar een club. En dat kan een trainer zijn, maar dat kan ook in dit geval een technisch directeur zijn die je kent. Dan heb je het vertrouwen. Dan heb je het begin dat je kan spelen. Is Everton een goede club voor hem? Op zich, Everton is een beetje de zevende club van Engeland, denk ik, financieel gezien. Ik vind het geen leuke helft als ik kijk. Nee. Als ze dit seizoen spelen, zou ik zeggen, doe alsjeblieft niet. Want, nee. Maar aan de andere kant, ze missen juist dat soort spelers. Ja. Dus met een Lozano op links en zie je echt een beetje een vrije rol op rechts, heb je wel boordevol creativiteit. Hebben ze nog goede spits nodig? Nou, ze hebben nu Cenk Tosun, de Turk, die van Beşiktaş is gekomen, met Maroni erachter. Kun je best een mooie vierbloks aanvallen creëren met power centraal met Rooney. Maar even los van of het voetbaltechnisch slim of goed is. Ik proef een beetje aan je dat je denkt, zie ik, jij kunt bij een betere ploeg gaan spelen. Ja, hoger instappen. Ik hoop als je eerst een weg gaat bij Tottenham. Die geruchten zijn er ook. Ja. Ik vind Tottenham gewoon een, daar kan hij echt wel aan mee. En dat gaat hij ook bewijzen op het WK. Want mensen twijfelen hier nog, Eredivisie, Klaassen. Was de beste van de Eredivisie en die redt niet bij Everton. Nou, Klaassen was niet de beste van de Eredivisie. Klaassen scoorde regelmatig in de Eredivisie en bikkelde. Ja. Alleen, bikkelen kunnen ze in Engeland ook, met 10 keer meer. Ja. Het gaat om voetballen. En Ziyech kan bikkelen op zijn manier, maar daar gaat niet om. Ja. Ziyech kan strooien met wonderballen. En dat kunnen ze in Engeland niet. Nee. Want dat is niet allemaal. Ik denk dat Ziyech niet naar Everton moet, want mijn dochter begint heel hard te huilen. Ja, één pauze, niet weggaan. Ja. Je hebt honger, hè? Je hebt honger. Daar zijn we weer. Ja. We gaan afronden, Noordin. Nog één triest nieuws van vandaag. Henri Michel, Fransman, oud-bondscoach van Marokko, is overleden. Wat zegt dat jou, Henri Michel? Ja, dat zegt me heel veel. Dat is in principe, in mijn herinnering, de eerste trainer waar ik echt een band mee had. Die het Marokkaanse elftal weer liet voetballen. Die zich kwalificeerde voor het WK in 98. Prachtige WK gespeeld. Met Hadji, met Nayebet, met Basir. Met Tarl Gelits. Zo kan ik ze allemaal noemen. Echt een fantastisch elftal. Leuk voetbal. Slechte keeper. Ja. Dat hebben we vaak gehad. Maar ja, treurig nieuws. Treurig nieuws. Dat was een mooie... Die vergeten we niet zo snel. Nee. Oké, hopelijk staat iedereen er eventjes bij stil bij zijn overlijden. Nou, volgens mij zullen ze dat in Marokko zeker doen, want hij heeft inderdaad veel betekend voor het Marokkaanse voetbal in een goede periode nog voor het Marokkaanse voetbal. Absoluut, absoluut. Noordin, dankjewel. Volgende week weer Eredivisie voetbal. Dan hopelijk zien we elkaar weer echt, maar we kijken wel hoe het loopt. Dankjewel voor nu en zie je. Tot snel. Ciao. Hoi, hoi. Hoi. Alright, ik ga snel een flesje geven. Ja, top. Spreek je. Mazzel. Hoi, hoi.